Bonjour à tous. We hebben er een jaar op moeten wachten, maar de allergrootste koers ter wereld staat weer voor de deur. De Tour de France staat te trappelen. Dat betekent 3 weken lang extreem klimmen, de strijd Pogacar tegen Vingegaard en dagen aan een stuk alleen maar de zoetgevoiste stemmen van Renaat en José. We gaan een uur lang voorbeschouwen, dat doe ik gelukkig niet alleen, maar wel met de prachtigste bariton van heel Brabant. Dag Dirk. Dag Max. En met een echte WK-ganger. Dag Jappe. Hey, dag Max. En welkom bij Valsplat. De gast van vandaag eindigde in zijn tweede Giro ooit meteen op de 6e plaats. Daarmee werd hij ook de Belgische hoop op een klassement in een grote ronde. Was terecht, want 2 jaar later wordt hij 3e in de Tour de France. En we weten allemaal, de Tour is de Tour. Hij noemde zichzelf ooit de compagnie van de koers. Hij zorgde er persoonlijk voor dat de lottoploeg vandaag nog bestaat. En heeft een bijzondere liefde voor en racewagens en alpacas. De locomotief van Morkhoven is naar Vilvoorde gestoomd. Heel blij dat hij hier is. Goedemorgen, Jurgen van den Broek. Goedemorgen. Hoe is het met u? Goed, goed. Ja. Het weer is goed. Zomer is daar, dus... Ik zie het, want je bent ook een beetje gebruind. Ja, ik vroeg juist aan hem of hij nog fietsen om hem zo bruin te zien, maar blijkbaar niet meer. Spijtig genoeg moet af en toe in de tuin werken en de zon schijnt. Ja, dan. Want je ziet er wel nog scherp uit eigenlijk. Dat geluk heb ik. Ja. Die opmerking krijg ik heel vaak. Toch? Ja, ja. Ja, ja, dan, ik zeg van ja, ik doe er eigenlijk niks voor, dus ik heb een beetje geluk. Scheer je benen nog? Ja. Dat ook nog wel. Ja. Dus echt om het soigné-gevoel. Ja, ja, zit er nog in zo'n beetje. Ja, oké, okay, dat snap ik. En niet om op de fiets te gaan zitten, maar dat is voor de vrouw. Of? God, dat weet ik niet. Gewoon, ja. Het is gewoonte, denk ik. Ja, oké. Okay. Ik ga meteen ook met een kijkersvraag beginnen, omdat je het over uw tuin had. Robbe de Waale vraagt, hoe is het met de alpacas? En waarom hou je thuis alpacas? Ik heb er geen meer, dus ik weet niet hoe dat ermee is. Ah, nee. Ik heb ze verkocht een paar jaar geleden. Dus, Te veel mest geschept. Ook al aan te veel werk mee eigenlijk. En dat ik dacht van... Ja. Want zeg jij ook een gediplomeerd alpaca-houder? Nee. Want Tom Bonen is dat wel, maar die heeft ook geen alpacas. Of gediplomeerd alpaca-houder? Ja, heeft hij toch iets van gezegd? Of was dat voor te lachen? Ik denk dat dat voor te lachen was. Okay. Ja, je bent langwielrenner geweest in 2017. Gestopt bij Jumbo, toen nog Lotto NL Jumbo. Wat doe je nu? Een beetje in het vastgoed, projectontwikkeling en... proberen fit te blijven. Ja, ja, dat is goed gelukt. Hè. Wat een leven. Ja, het is wat een leven. En geen alpacas om voor te zorgen. Voilà. Maar wel kinderen natuurlijk. 2 stuks. Ja. Ja. Oké. Okay. Je stopte als helper van Kruiswijk. Jumbo is nu een van de favorieten van de Tour. Allee, een van de 2. Hè. Zou dat een ploeg zijn waar jij graag nu in gekoerst had? Ik denk dat wel. Dat is een beetje in de lijn wat ik vroeger graag deed. Alles afgelijnd, alles strak. Is gewoon in het gareel lopen. Maar dat slaagde toen ook wel, die verandering. Toen ik er zat, zag ik die verandering ook wel stil aan komen. Mm. En het werd wel allemaal strikter en allemaal gewoon opvolging. Ja. Dus ze doen dat wel perfect. Maar had je toen verwacht dat ze zouden uitgroeien tot de ploeg die ze nu zijn? Zat dat er toen al in? Verwacht, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat nee, omdat je niet weet van hoe en wat. Maar ja, toen zat Roglic er ook al. Ja, dat zag er toen ook wel dat ja, iets uniek was in die. Hij was echt wel een speciaal man. Hoe zag je dat? Ja, gewoon, dat is atypisch voor de koers van iemand. Maar die kloeg altijd, maar toch reed je zo rap. En ik dacht van ja, had nooit goede benen, voelde je nooit niet goed. En alles was... Dat is eigenlijk zo... De leerling of de student die voor het examen zegt, ik ga op alles buizen en dan 96 heeft na het examen. Ja, maar klopt het vooral? Want ik heb ooit zo gehoord zeggen dat Roglic eigenlijk heel lang niet door had dat iedereen in het peloton aan het afzien was. Hij dacht altijd dat hij alleen aan het afzien was. Ja, ja, dat kon wel goed zijn. Dat hij zo... Ja, of het verhaal van dat hij eigenlijk eerste keer meeging met jullie dan op stage, ik weet niet dat je er toen bij was, en dat hij gewoon Geesink er gewoon los afreed en dat Geesink echt slecht gezind was. Ik kan het me voorstellen, maar ik denk dat hij toen al, zat het toen al 1 jaar bij Lotto Jumbo? Ik denk het wel. Hè. Want zat het toen al wel. Ah ja, oké. Okay, want ik spreek over 2017. Heb jij daar denk ik gereden? En, ja. Ah ja, en Roglic was misschien het jaar ervoor al. Mm. Ja, of 2 jaar, ik weet niet hoe lang het duurde. Okay. Ja, bon. Nog altijd een beetje een speciaal figuur. Hè, ja, maar ik kende hem wel een beetje van mijn toenmalige trainer. Dat is nu nog altijd een trainer van Aert. En was toen ook van Roglic. Ah ja, oké. Okay. En die zei toen al van, jongen, ik heb er een. Dat is een schanspringer, zeg maar. Dat heb ik nog niet gezien. Ja, ja, ja. Ja, ook zot dat hij ineens van schanspringen naar potentieel toerwinnaar komt. Hè. We gaan het
uitgebreid over de Tour hebben, uiteraard. We gaan op het einde ook nog een dark horse of twee loslaten. Maar voordat we het over de Tour hebben, moeten we het nog heel even hebben over Jappe. Gefeliciteerd. Over mij, ja, gefeliciteerd. Merci. Met het WK. Ja, toch wel een opluchting, zal ik maar zeggen. Ja. Want de vorige keer was dat niet gelukt in de Vogezen. En nu was eigenlijk wel, ging het eigenlijk wel goed. Wel blij dat ik zo terug zo mezelf even coureur voelde. Waren uw benen geschoren? Ze waren geschoren voilà. Ze blonken echt eigenlijk. En dat was in Luxemburg, Grand van der Schlek. En okay. Gewoon altijd de hele tijd attractief vooraan gekoerst. En dan waren het brak op de lange klim. Heb ik zo wat eieren voor mijn geld gekozen. En gewoon gedacht van oké, ik zit hier goed. Blaas u niet op om mee te gaan met de eerste. En dan... Economisch gereden en dan uiteindelijk met gewoon... Met het kopje. Voilà. Met het kopje. Goed gegeten, goed gedronken. Redelijk, ja. En nu naar dat WK. Hoe zit dat juist? Dat is begin augustus in Schotland. Dus daar kijk ik ook wel echt naar uit. Want ja, ze zeggen dat toch ook wel. Schotland echt wel mooi om te fietsen. Ik ga dit weekend nog naar een festival. En dan ga ik me gewoon een maand even scherp zetten. Welk festival? Paradise City. Oké. Okay. Ga ik een dagje naartoe. Dat is stevig, als alles goed verloopt. Als er koersliefhebbers zijn, ik sta aan de aprolstand om handtekeningen uit te delen. En heb je nog mannen nodig om bidons aan te reiken tijdens het WK? Ja. Ik kan er altijd wel gebruiken, eigenlijk. Maar mijn maat, Vince Mattes, die gaat ook. Ja. En die zijn een onkel Berg ook al mee. Ik zou zeggen, als er mensen zijn die zich geroepen voelen... Ik ga daar nu niet meteen op antwoorden, of ik dat wel of niet voel. Maar stuur iets naar Vals Plat in DM. Of laat iets weten onder de aflevering op YouTube. Ik kan altijd een bidon gebruiken. Voilà. En pas op met doping op Paradise City. We gaan het ook hebben over het BK nog heel even, voor we naar de Tour gaan. Het was een schoon BK, denk ik. Mannen en vrouwen redelijk anders. Heb je gekeken, Jurgen? Klein stukje. Oké. Okay. Beetje geluisterd en gevolgd op mijn telefoon, maar echt gekeken en niet. Oké, okay, ja. We kunnen kort zijn, denk ik, over het BK bij de vrouwen. Dat was wat we ervan verwachten. Ja, voilà. Denk ik. Hè? Is gewoon... Ik heb eigenlijk niet gekeken. Ah, je hebt niet gekeken? Van de vrouwen. Ah, oké. Okay. Ja, dus Lotte Kopecky heeft gewonnen. Ja, dat wist ik. Dat is goed, ja. Nee, maar dat is ook fijn dat je deze podcast ook serieus neemt. Dat is fijn om te horen. Nee, maar ik denk dat we daar makkelijker over gaan dan dat het gezegd is. Van, ja, Kopecky was wel een eenmansploeg. Voilà, en voilà. Jurgen heeft vaak bij Lotto, of af en toe misschien bij Lotto een BK gereden. Daar stonden ze met 18 aan de start. Met 3 volgwagens, met personeel genoeg. Maar ik denk als je als één man of één vrouw ploeg je weg moet vinden. Ja. Het was niet zo makkelijk voor Lotto en ze maken het wel heel mooi af. Maar soms is die numerieke meerderheid ook, werkt dat ook verlammend? Of kan dat ook... Just zeggen, als je alleen bent, kan het soms wel relaxer zijn. Een koersvrijer. Ja. En je doet een beetje een goesting, hè. Ja. Met 18 of met 20, ja. Je moet, er gaat krijgt altijd, iemand eens op één lijn. En, er gaat altijd een mee zijn. Ja, en ook de dag voordien. Die meeting van, ja, wie wil winnen? Ja, die steken allemaal een hand omhoog. Ja, begin maar, hè. No. Dus, heb jij ooit een hand omhoog gestoken? Nee. Ja. Wel één keer La Roche. Ja, daar werd je 8e in 2013. Wat ik zoiets van, ja, als het echt mee zit, hier kan het wel. Maar voor de rest, dan dacht ik van, er ook veel renners van dat je denkt van, ja, sorry, man. Het gaat nooit niet lukken, maar toch steek je een hand op. Wat normaal is, het is een BK. Ja, ja. Tuurlijk, ja. Ja, ik heb eigenlijk, stop dat je dat aanhaalt, nog gedacht aan de BK, La Roche, omdat, ik denk dat we dat allemaal een beetje vinden, dat er te weinig klim-BK's zijn, of BK's met toch wel een aantal hoogtemeters. Ja, ja. Als je ziet ook wat voor een generatie dat we nu hebben van klimmers, ik denk dat dat wel wat spektakel kan opleveren. Ik zal maar zeggen, elke ronde de rosé over, of begin al maar te dromen. Ze hebben in Frankrijk... 32 keer dezelfde helling beklommen. Ah, wel. Top. Dat moet toch, top, bij 35 graden. Ja, ik weet niet of die renners dat zo tof dat vonden. Ik nee, maar als je dan bijvoorbeeld ook kijkt in Italië, daar wint dan Velasco. Mm. Dat is ook een NK met meer dan 4000 hoogtemeters. In C kan dat in België ook. Ja, kan. Maar het is denk ik gewoon vooral het Vlaamse. Al die organisatoren bevinden zich in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen. Dus dan is dat waarschijnlijk een moeilijker verhaal om iets in Wallonië te organiseren. En anderzijds zal misschien dezelfde coureur zijn die wint. Hè, want gisteren waren er geen hoogtemeters of bijna geen wind. Ja, de Kopecky wint bij de vrouwen. Ze trekt zelf de spurt aan op kop van heel het peloton. Ja. Tweede, Marten Goossens. Derde, Kelly Truijts. Overmacht gewonnen. Ja, en bij de mannen is er een ander fenomeen dat daar ook toont dat die vlak ook gewoon iedereen uit het wiel rijdt.
En een sprintje heeft. En een sprintje heeft. Ja, we gaan er geen sprinter van maken, hè. Nee, nee, maar ja, is er nog een parcours waarop Remco Evenepoel niet kan winnen? Nee, nee, tuurlijk niet. Nee, maar het is wel een waarheid. Het is zo een gezegde van de coureurs maken de koers, hè. En het parcours maakt niet altijd veel uit. Ik denk dat dat gisteren wel... Nee, omdat er zijn nog vlakke BK's geweest voor het echt een stuk in een brok lag, hè. Ja. Dat me Eerskanalen was destijds in geel het BK, de bonen ook. Ja. En dan zijn een vlak parcours. Ja, wat gaat er hier zijn? Dat lag ook in stukken van elkaar, hè. Ja. Het zijn de renners die moeten willen koersen. Hè? Ja, zeker, zeker. Ja, hoe kijk jij als ex-renner naar het talent dat nu in het peloton aanwezig is? En ja, dan misschien specifiek Remco Evenepoel? Ja, je hebt Evenepoel, maar je hebt er tegenwoordig zoveel. Dus, ja, Alex Zegaert wordt tweede. Ja, ze komen langs alle kanten. Hè. Het is niet alleen in België, maar ook in het buitenland. Dat je denkt van ja, waar komen ze allemaal? En het maakt het misschien wel mooi voor in de toekomst. Hè? Dat er wel meer, zoals een Tour nu ook, dat je veel meer kandidaten hebt. Hè? Ja. Dan 2, 3 en dan stopt het bij. Ja. Ja. Maar hoe oud was jij toen dat je voelde van, oké, nu voel ik mij prof? Op welke leeftijd had jij dat gevoel van, oké, nu heb ik het allemaal geleerd en gezien, nu ben ik profcoureur? Ik denk de eerste keer op mijn grote rol zijn, op mijn 4-25, denk ik. Ja. Toen voelde jij je... Ja, prof, weet je, je had een grote ronde gereden, je had een beetje kennis van zaken, zal ik zeggen, of je wist hoe en wat, en dan Ja, dat is, als je dat vergelijkt met nu, oh ja, mannen komen op een 19, hè. Ja, nu hebben ze hun eerste grote ronde gewonnen op een 3-24. Ja. Vroeger moest je altijd wachten op de 4-25 voor je te mogen rijden, en ze je rustig groeien, en nu is het gewoon... Ja, doe maar. Doe maar, en ze winnen ze dan nog op, hè, dus gezegd. Zullen we dan naar die grote ronde gaan? De Tour de France... Het is een pittig beestje dit jaar. Enorm veel klimmen. Ze gaan over alle bergketens van Frankrijk. Ik heb het wat bekeken en ik kom uit bij, als je heel genereus bent, 6 tot 8 vlakke ritten. Maar laten we zeggen dat er 4 echte sprintritten zijn. Dat gaat niet lukken, 8 of 6. Nee. Dus 8 bergritten, ben ik wel zeker van. Maar ja, van in het begin al mega zwaar, hè, Dirk. Wat is, het is de zwaarste Tour in 40 jaar misschien, denk ik. Is dat ook in cijfers eigenlijk? Ik weet niet. Dat is moeilijk te vergelijken, want ik ga maar zeggen, in de jaren 70 was een Tour de France 500 tot 800 kilometer langer dan dat hem nu is. De ritten zijn korter geworden, toen waren bijna alle ritten standaard 200 kilometer. Mm-hmm. Dus het is een ander parcours geworden. Maar de laatste keer dat ze effectief van in Baskeland naar de Alpen, de Vogezen nog door. Ja, het is onwaarschijnlijk qua hoogtemeester. Centraal Massief, Jura. Zijn les aardrijkskunde geleerd. Maar Jurgen gaat dat weten, want de start is in Baskeland. En ik weet niet, hebben ze daar een meter vlak in Baskeland? Nee. Baskeland is, je kunt nu zeggen, Ardennen-achtig, maar nog lastiger. Ja. Dus geen meter vlak, dus de eerste... Wie ritten, denk ik. Ja, dan moet je al geen sprint gaan verwachten. Nee. Kleine groepjes of aanvallers misschien, je weet het niet. Ja. Ja, het is op het einde van die eerste rit. De eerste rit is Bilbao. Ja. Zit er nog die Côte Piquet. Het is maar 2 kilometer lang. Vandaar is nog een paar kilometer tot de finish. Maar ja, stukken tot 15%. Daar gaan de klassementsmannen toch ook vooraan willen zitten. En... Zeker. Meestal, ik weet niet wat wegen dat ze er pakken. Maar Baskeland kan de wegen alles smal zijn, verraderlijk. Dus iedereen gaat er vooraan willen zitten voor verbreuken, vervalpartijen, noem maar op. Mm-hmm. Dus, dan ook nog al die supporters. Er zijn er heel veel. Ja, dat gaat er een gekken als met die Basken. Dat is al was het veilig, leukste publiek voor de koersen. Dat zijn de Basken. Toch? Ja. Maar dat gaat volgens mij een massa volk zijn. Mm-hmm. Als je dan nog eens het weet, ik weet niet wat... Allee, het regent er veel. Het kan er regenen, maar ik heb het ook al in de Vuelta geweest dat het er snikheet is. Mm-hmm. Als dan die mensenmassa dan nog staat, dan is het echt een fietsen in een sauna. Ja. Ja, voor de mensen die het niet weten, dat is de meest koersgekke regio na Vlaanderen, denk ik. Ja. Daar kun je effectief cafeetjes binnenstappen en met een Spanjaard een gesprek hebben over de koers. Er hangen cafeetjes met truikjes, met foto's van wielrenners. Dat is ook die klimmen, dat ze tussen het Bengaals vuur en zo moeten klimmen. Ja. Dus, dat zijn echt, zalig. Uniek. Staan er ook om gekend om regelmatig soort van marihuana-dampen te verspreiden daar, terwijl dat staat aan koers. voor de coureurs eigenlijk. Ja. Ja, was het een van de leukste plaatsen om te koersen? Want ik zie u wel openbloeien als je erover praat. Ja, ik vond dat wel... dat is een heel lastige streek, een heel mooie streek. Mm-hmm. Maar gewoon het publiek is er zo enthousiast en zo plezant en die maakt er een groot feest van. Ik heb in de voortel geweest, ik heb de Ronde van Baskeland gereden, maar natuurlijk als een Tour nu komt, verwacht ik echt een massa volk dat er zijn.
Ja. Mm-hmm. Ja, een ronde van Baskeland stond... vroeger werd dat vaak niet uitgezonden op tv hier, of kregen daar zelden beelden van. Klein artikeltje, pagina 23. Maar dat stond vroeger bekend als de zwaarste koers van de World Tour. Hè? Dat is de zwaarste riddenkoers die er bestaat, dat is de ronde van Baskeland. Mm-hmm. Ja. Ja, dus rit 1 Bilbao. Inderdaad, 180 kilometer. En dan de rit naar San Sebastian. Dat is de langste rit van de Tour. 208 kilometer. Ja, we gaan voor een stuk over het parcours van de klassica San Sebastian, die we kennen allemaal. Op het einde ligt nog de Njaisky Bel. 8 kilometer, 7,5% de laatste 3 kilometer. Dus, en dan afdalen richting de kuststad in San Sebastian. Gevaarlijke afdalingen ook wel. Hè? Ja, dat is een pittige afdaling. De banen zijn wel redelijk breed daar, maar toch... Redelijk tricky. Ik heb er nog nooit gereden, maar ik vind San Sebastian wel heel mooi. Toch? Het is toch een leuke plaats toch? Ja, heel mooi plaats. Als ik ooit de lotto win, verhuis ik naar daar. Ja. Ah, heb je echt een voorliefde voor... Ja, ik ben er een paar keer al op de Njaisky Bel naar de Classica geweest. Dat stadje daar in die baai. Ja, dus... Met al die huizen tegen die rotswanden. Prachtig, prachtig. Ja. Daar gaan we rit 3 en rit 4 gaan we sprinten, normaal gezien. Nou, rit 3 is 2800 hoogtemeters. Dus wat de sprinters daar gaan doen, dat weet ik niet. Dat is zo, Baskisch vlak noemen ze dat, het zal wel eens lelijk kunnen tegenvallen. Het is vanaf rit 4 dat we... Ja. Dat de sprinters eigenlijk hun eerste kans krijgen. Mm-hmm. En dan een dag nadien trekken we de Pyreneeën in. Hè. Dan is het direct al van Pau naar Larrain. Met de Soudet, R-categorie, en de Marie Blanc. Mm-hmm. Ook een geitenpad naar boven. Ja. Ja. Heb jij gereden? Ik denk het wel, maar ik durf het niet meer 100% zeggen. Ja. Dan was te veel gefocust op dat wiel van die Soudet. Je hebt er nog zoveel dat je het niet meer weet te bedoelen, maar ik denk het wel, ja. Ze zeggen ook altijd... tijdens de Giro, van de derde week van de Giro is de zwaarste ooit. Ja. Kunnen we nu zeggen van de Tour van de zwaarste eerste week ooit? Het zal er alleszins... ik hoop dat ze hun les geleerd hebben uit die... De laatste jaren verschuift dat zwaartepunt altijd naar die laatste week. Is het heel vaak wachten. En ik denk dat ze nu geprobeerd hebben om uiteindelijk van in het begin al de verschillen te maken. Mm-hmm. Ik denk dat de klassementsrenners de eerste paar dagen direct al aan de bak moeten komen. Ik ga misschien ook het voordeel hebben dat er al een heel pak van de renners daar de knop gaan omdraaien en denken van oké, ik ga mij even wel laten tijd aansmeren dat ik voor ritten kan gaan. Want dat was vroeger wel vaak zo, er zijn heel lang, of toch een grote groep renners die vaak denken van misschien kan ik een goed klassement rijden. Ja, en ik weet nu niet, de eerste weken nu, dat er misschien ook iedereen is fris, iedereen in een Tour is wel 100%, want dat zie je dikwijls. Bepaalde klimmen in andere koersen dat de helft eraf is en in de Tour hangt er nog een heel peloton aan. Dus het niveau is wel heel anders. Ik weet nu niet hoe dat de favorieten gaan koersen. Gaan er dan ook ploegen zijn of renners denken van verdomme, misschien heb ik hier een kans van een trui te pakken, want de favorieten gaan nog een beetje wachten. Ja. Dus het kan twee kanten. Het kan misschien ook wel eens vuurwerk geven, hè, de eerste week. Kan zeker, ja. Maar natuurlijk, het gevaar is, want je zegt het net zelf, er zijn meerdere... het is een redelijk brede top. Zullen we zeggen, maar is het gevaar ook niet dat het al zo ver uiteen ligt in week 1 dat het saai kan dat worden. Het saai wordt? Ja. Ja, maar langs de andere kant was het dan, als je dan terugkijkt, voorbij jaren soms dan ook wel saai, gewoon eerste week saai en dan eerste aankomst boven en lag het in zijn plooi. Dus dat had ook zijn saaiheid. Ja. En misschien kunnen we nu ook wel zeggen dat dat kwestie van veiligheid kwestie en minder nerveus, omdat het al meer in zijn plooi ligt en ook met die niet meer sprintetappes, dat misschien wel minder nerveus gaat worden. Ja, veiligheid brengt ons misschien naar rit 6. Ja, inderdaad. Ja, dat is de befaamde rit over de Aspin Tourmalet. Maar we komen deze keer bovenop Côte Recon Basque. Het is al heel lang geleden dat ze daar nog eens zijn toegekomen. Bekend omdat dat was de eerste ritzege van Miguel Indurain ooit. In de Tour van 89, die was op Côte Recon Basque. Maar is nadien eigenlijk beruchter geworden door de viering van Virenque, de podiumceremonie, toen Fabio Casortelli overleed, die daartoe met de bloemen stond te zwaaien. Hij zegt nog altijd dat hem niet op de hoogte was, maar ja we hebben nu net in de ronde... Pijnlijk, hè? Ja. We zitten net de ronde van Zwitserland, waar Gino Meire daar ten val komt in de afdaling. Moeilijk, rare week geweest, vind ik. Ja. Omdat dat... Ja, bon, ik moet het niet op mij betrekken, maar ik vond dat wel heel, heel confronterend weer. Maar dat er weer iets moet gebeuren. Ja, het toucheerde nu echt wel enorm. Hè? Ik ben daar echt...
wie ben ik, hè, maar ik ben daar wel slecht van geweest. Omdat dat iets is wat, wat niet moet gebeuren, denk ik. Mm-hmm. Dus dan moet je de vraag stellen, moeten we dan kijken naar zo die aankomsten bergaf? Ik weet niet hoe jij daar tegenover staat, Jurgen. Moeten we een aankomst beneden aan een berg hebben, als het ook op de kool kan? Het moet niet, maar ik heb ook al ritten geweest dat ze Paris-Roubaix naar beneden gaan. Natuurlijk is een grote baan, wat dat zoveel in de kool is, grote baan naar beneden. Weet je, het kan altijd iets gebeuren, hè. Jammer genoeg, en het mag niet gebeuren, hè. Verre van. Hè. Nee. Maar ik denk dat het jammerlijk ook dikke pek is gewoon. Je ziet, in handen heeft niks hebben al. Mm-hmm. Het was toch ook geen technische afdaling? Nee, maar want dat kan jij beter kunnen inschatten. Het feit dat er soms, zeg maar iets, een afdaling en een aankomst ligt nog 7 kilometer verder in het dal. Mm-hmm. Of het is afdaling en aankomst beneden. Daal je dan anders? Neem je dan meer risico's? Ja, omdat je weet van, in een afdaling iets goed maken is bijna onbegonnen werk. Ik zeg niet dat het niet kan, maar je hebt echt goede dalen als je dat wel kunnen. Mm-hmm. Maar dat weet je van, als ik beneden ben, vanaf van alles met een vlak stuk nog eens pakken of zo. Ja, dan is het nog een beetje een gevecht, hè. Dat je echt naar beneden gaat en gedaan. We hebben er die jaren in de Tour ook. God, noem die zijkant van Paris-Roubaix. Ook naar beneden. Een heel smalle afdaling, heel technisch. Ja, dat was ook gekke werk voor een beneden. Deed je dat graag dalen? Tot 4 meter tot ik zo zwaar gevallen ben, maar daarvoor had ik er eigenlijk weinig last van. Je bent toen aan een psycholoog gegaan om daar op een bepaalde manier mee om te gaan. Ik rij nu zelf ook af en toe competitief met een fiets. Ik heb geen koers verleden. En ik durf. Soms wel, soms niet, maar hoe kan een psycholoog daarmee omgaan? Of hoe gaan die sessies in zijn werk, vraag ik me af. Dat is een soort traumaverwerking. Zoals mensen die een zware ongeval hebben met een auto, die doen dat ook. Ja. Omdat bij mij ook... Ik had toen die valpartij en ik heb die heel bewust meegemaakt, dus ik wist nog perfect wat er gebeurd was. Ja. En meestal valde en je weet het niet meer. Dat is in 2012. Ja, dat is beter eigenlijk. Want dan, het was de Tour van 2011. Ja. Klopt. Schouderblad gebroken, dacht ik. Of... Klaplong, schouderblad gebroken. En zo afdalingen verkennen, is dat iets wat je vroeger ook veel hebt gedaan? Of Want, ik ging meestal alle bergritten verkennen en dan echt de afdalingen te goed kennen. Zeker, zoals ik dan net zei, die van Paris-Roubaix, de zijkant. Ik kan de naam niet meer zeggen. Zo. En dat was heel smal, technisch en echt zo van die betonnen grachten naast de weg. Dus ja, als je daar naast gaat, dan... kan het wel eens pijnlijk geval zijn. Maar ik vind verkennen als het is afgezet of verkennen als het niet is afgezet, is toch een groot verschil. Vind je niet? Dat wel, maar je weet wel een beetje wat er komt. Hè? Ja. Als je dat, want ik reed ook nooit die volle mat naar beneden. Ik reed mijn gemak naar beneden, dat ik de bochten kon zien. Meestal werd het dan nog eens gefilmd of zo, dat je echt goed kon zien. Dan, waar liggen de bochten of waar heb je echt een tricky bocht? Dat je weet van, hier moet ik opletten. Ja, ik heb ook iets gehoord van Bauke Mollema, dat hij heel veel afdalingen al heeft laten filmen of zelf filmt en die dan op zijn hotelkamer de dag ervoor nog bekijkt om dan zo die bochten eigenlijk... Ja, ik ben daarna hersteld, maar ik denk dat we het ook nog even moeten hebben over een ander incident op de Tourmalet. Namelijk in de afdaling. Er zijn toen artikels over geschreven en één van de titels is: als Sarkozy in de weg staat, dan rijd ik erover. Dat is van alle de context. Wat heeft ex-president Nicolas Sarkozy gedaan? Eigenlijk was het geval, we komen bovenaan op een Tourmalet. Ik kom over de meter en dan dokter zich geen dopingcontrole. Maar ik had zo de gewoonte van in een bergrit, ik ga op het einde mee en dan niet meer stoppen voor de pissen en zo. Want stille controle heb, dan kan ik rap gaan en ben ik er snel vanaf. En meestal moet je met een x-aantal renners gaan, dus ja, je kunt er wel eens een tijd zitten wachten. Dus ze zeiden toen, je hebt controle. Ik zeg, ja, dat ga ik snel. Maar Tourmalet was heel weinig plaats. En we moesten langs de zijkant, terug over de meet, om naar de controle te gaan. Maar we mochten niet over de meet gaan, dus we moesten ergens een tentje passeren. Ja. In de graskant zo. Maar ik had het eigenlijk niet door en ze stonden Sarkozy te interviewen. Dus hier stond Sarkozy. Er was een veiligheidsmarge, daar stonden de journalisten. En dan stond zo, zijn security agenten stonden daar rond. Maar ik had eigenlijk niet door, dus ik kreeg gewoon los door die tent. Dus ik kreeg eigenlijk door die veiligheidszone en die mannen pakten mij bijna mijn kruis dat ik niet door mocht. Hè. Dus ik zei van, ja, wat is het probleem? Ja, Sarkozy. Ik zeg, ja, maar ik moet gaan plassen, ik heb dopingcontrole. Dus en daar is het een beetje ontstaan, want ze zeiden van, ja... En dan zeg je... Wat zei je dan? Je doet faire pipi? Ja. Ja. Moet je een beetje uitleggen, want die mannen waren redelijk agressief op die moment. Dus, Ja, want ik las ook iets dat er een geweer getoond werd. In de afdaling toen.
Oké. Okay. Ja. Dus je hebt met andere woorden twee keer Ambras gemaakt. Twee keer met Sarkozy. Twee keer hebben het gehad. Oeh, wacht, er werd een geweer getoond. We gingen, ja, we hadden de controle. En zelfde dag. Ja, dezelfde dag. Ja, oké. Okay, ja. En het was toen redelijk slecht weer boven. We moesten, alle renners moesten naar beneden afdalen, maar koud aan het einde van de tour. Iedereen is moe. Ja, allemaal bevrozen. En die bussen stonden een kilometer 7-8 naar beneden. Dus je zei redelijk ontbibben dat je naar beneden gaat. En op een gegeven moment zo'n rij met auto's, dezelfde auto's een beetje, maar je staat er niet bij stil. En ik wilde er een voorbij steken. En Popovic zei van, ah, niet doen, de president. Ik zeg, ja, en dan? Hij zei, helemaal, hè. Ik zeg, ja, we gaan het toch proberen. Hè. Ja, maar ik probeer rechts, die rijdt met de kant in. Ja, maar ik ga links. En wanneer ik links ga, doet hij zijn deur, die zijn venster op, die agent, en die stikt zijn dingen uit. Dus als je morgen nog wilt starten, zegt hij, blijf er maar achter. Hè. Oh, joop. Ja, oké, dus voor hetzelfde geld was toen een knieschijf al in twee geschoten. En bizar is, die man ging maar 3 kilometer naar beneden, denk ik, en dan stond zo'n helikopter klaar. Ja, ja, oké. Dus maar de renners mochten daar niet passeren, maar ja, iedereen was bevroren. Ja, ja. Dus ik denk ook van, oké, het is een president, maar je komt naar de koers kijken, houd dan een beetje rekening dat er mensen zijn die fout hebben, misschien bevrozen zijn, die ook naar beneden willen natuurlijk. Hè. Die misschien juist 200 kilometer gereden hebben. Ja, dat hebben we wel, ja. Allee, bon, ja, ik moet zeggen, ik had nu al niet zo'n heel goed beeld van Nicolas Sarkozy. Dat is, het is er niet beter op geworden. Nee, het is er beter geworden. Dan zijn er nog 3 ritten. Van Mont-Marsan naar Bordeaux zou een sprintersetappe moeten worden. Traditionele sprintersetappen, hè. Libourne naar Limoges. Ook vermoedelijk een massasprint. En dan hebben ze al bijna allemaal gehad. En dan komen we aan het Centraal Massief. Naar de Puy de Dôme gaan we. Daar is veel over te zeggen over die Puy de Dôme. Daar is heel veel over te zeggen, maar ik denk niet dat Jurgen Drooit heeft opgereden. En de laatste keer als we in de Tour zijn gestart, toen waren jullie twee nog niet geboren. Dus, we zijn ook heel jong. Ja, 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 ik ben hier het ouderdomsteken. Heel, heel jong. Maar dus de laatste keer als ze zijn toegekomen op Puy de Dôme was 1988. Ja. Nadien nooit geen dorp, want het is eigenlijk een private weg. Die maar 1 keer per jaar open gaat, omdat ze daar een soort van fiets-event doen. Ja, ja, dus je moet je inschrijven en dan kunnen er 300 mensen kunnen dan een keer de Puy de Dôme op. Ja. Maar je kunt daar gewoon niet op als recreant, ook als dat wordt dan gewoon echt goed van, afgezet. Van een privépersoon, die privépersoon mensen heeft dat dan en die baat dat uit. En dan, Maar een befaamde tour komt met heel veel geschiedenis. Hè. In 1964 wint Poupou daar, Poulidor, in het schouder-aan-schouder duel met Jacques Anquetil. Zijn eerste rit, zeg ik. Ik denk zijn eerste rit in de tour. Hij rijdt daar Anquetil uit het wiel, die heel lang, maar dan een paar dagen later in de tijdrit toch nog een tour wint. Dus Poulidor nooit geen geel gedragen, Mathieu wel ondertussen. En het is een enige berg waar Eddy Merckx ooit van zei van, daar kon ik met mijn 42-21 niet oprijden. Ja. Maar ik weet niet met welke versnellingen dat jullie in de tour rijden, maar 42-21 tourcalls opkollen op vlammen. Om in een 21, dat is eigenlijk absurd, hè, als je daarover nadenkt. Ik had 39, waar ik had, is 39 en van achter weet ik al niet meer. Ik weet dat een beetje met overschot werkte, maar toch. Ja. 42, 21, dat moet al... Dus trappen. Om maar te zeggen, het is een pokkenstijl ding die ik wilde doen. Ja, zeker, zeker. Ja, ik zeg ook, wonnen er ook. Fausto Coppi, Bahamontes, Ocaña, Zoetemelk. Wonnen allemaal op de Puy de Dôme. Dus als je daarbij kan staan, mooi lijstje, hè. Absoluut. Ik heb ook zo'n beetje Elfstedentochtgevoel. Zo van, het kan nog eens. Ja. Hoe zeggen ze dan? Het gedaan. Het gedaan. Het gedaan. Het gedaan. Het was eigenlijk de Christian Prudhomme, de organisator, baas van de Tour de France, probeerde al sinds het aantreden van dat hij eigenlijk baas van Tour de France is, om daar een arrivé terug te leggen. Want hij vond dat uit zijn jeugd was dat zo een heel groot ding. En hij is er eindelijk in geslaagd. Spijtig, een jaartje te vroeg, want volgend jaar zou het 60 jaar geleden zijn sinds het legendarische duel Anquetil-Poulidor. Mm-hmm. Ja. Maar ja, kijk. Ik zeg ook dat de befaamde leverslag van Merckx, dat die daar gebeurde, op de Puy de Dôme. Is dat iets wat je ook meegemaakt hebt? Ooit? Geen leverslag, dat weet ik. Maar zo de massa fans die op zo'n col staan, is het lastig of kan dat gevaarlijk worden? Ik vond dat eigenlijk, nu bekeken, wel heel uniek en heel leuk voor mee te maken. Dus op zich, dat geeft ook een kick, hè? Het geeft een kick, het mag erbij worden, vind ik.
Heb je je nooit bedreigd gevoeld? Of, Ja, toen hem de Tourmalet naar beneden ging. Nu echt eigenlijk, nee. Want in de Tour van 2004, toen met de befaamde klimtijdrit naar Alpe d'Huez, dan werd Armstrong denk ik wel echt bedreigd. Hè. En die werd toch echt geëscorteerd met meerdere zwaantjes. Ja. Maar ik kan me wel inbeelden dat... Ja, soms zie ik die dan rijden, of ik zie jullie dan rijden, dan... De zee gaat heel laat open, hè. Ja, er moet maar iedereen gek in zijn, hè. Ja, het is dat. Die nu een duw geeft of ik weet niet wat. Dus ja, op voilà. Zich, je bent heel kwetsbaar, hè. Maar dat maakt de koers wel uniek en mooi, denk ik. Er is geen enkele sport waar je zo dicht bent bij de mensen die hem beoefenen. Hè. En zo geduwd worden. Is dat lastig? Of, want ik kan me ook altijd voorstellen... Te zien, als je slecht bent, dan valt dat mee, hè. Ja. Maar je kunt ervoor bestraft worden, hè. Dus je moet altijd teken doen van het mag niet. Terwijl je moet roepen, duw maar, hè. Ja. Poussé, ondertussen slagen. De meesten doen ze teken van het mag niet, maar terwijl roepen ze wel van, ja, duw maar. Want eigenlijk, je kunt ervoor bestraft worden als je toelaat. Ja. Want ja, het zou familie kunnen zijn. Of, het zou iedereen kunnen zijn, natuurlijk. Oké, na de Puy de Dôme komt er een redelijk verdiende rustdag, denk ik. En dan gaan we verder met week 2. Saint-Ours-les-Roches naar Issoire. En Jappe, jij wilde per se die etappe doen, omdat dat er een leuke start is. Dat start in een pretpark. Ja. Eigenlijk, het is een educatief pretpark, Vulcania. Dus alles rond vulkanen. Ze hebben nogal een paar keer gestart in pretparken. Blijkbaar ook een keer Disneyland Parijs. Futuroscope. Ik weet eigenlijk niet eens wat dat Futuroscope juist inhoudt. Maar... Ja, klinkt leuk. Ja, het is zo... Ja, ik weet niet. Ja. Ik ben er nog nooit geweest, alleszins. En daar rijden ze naar Issoire. Dat is eigenlijk een overgangsetappe, denk ik. Veel beklimmingen, wat lopers, derde, tweede categorie. Maar als we aan Issoire denken, dan denken we ook vooral naar aan die etappe in 2011, waar dat Jurgen en Vino ineens in de ravijn lagen. Hè. Ze startten toen in Issoire. Ah, zo dan. En ze kwamen toen aan, ik weet niet meer juist waar, maar dat is toen diezelfde dag, ik was het eigenlijk vergeten, dat is eigenlijk een zeer eventrijke etappe. Evenementvolle. Ja. Evenementvolle etappe. ook met de Johnny Hogerland. Dat is juist. Dat gebeurde allemaal, hè, de Johnny Hogerland prikkeldraad moment, dat gebeurde allemaal in diezelfde etappe. Ja, zot eigenlijk. Ja, ik vond dat echt... nee. Ja, die valpartij toen, wat ging er toen juist mis? Eigenlijk was het toen een redelijk nerveuze etappe in het begin. En ik zat toen de hele dag redelijk vooraan de koersen. Mm-hmm. En op een gegeven moment zit de ploeg ook van, een beetje verder van achter, krachten sparen. Ik dacht van, we gaan rustig van achter en we zien wel. Hè. En plots in die afdaling, in één keer, denk de derde of de vierde renner of zo, ging tegen de grond. Maar dat was na een bocht eigenlijk. En hier keer gewoon een massa renners die op een hoop lagen. Want ik denk dat er maar enkele renners door waren. Lag het ook niet nat? Of was het ook? Ja. En mijn eerste reactie was van, als ik rechts pak, ik zet er zo wat gras. Zeg, ik rechts voorbij door het gras en dan kan ik gewoon verder. Maar eigenlijk aan dat gras was in één keer een afgrond. En dat had ik niet gezien. Maar meer dat ik remde, geschuift gewoon in het nat. En ik ben er eigenlijk gewoon los over gegaan en in de ravijn gestuikeld. En wat bomen en rotsen meegepakt, ik weet niet wat. Dus ik ben nog wel zelf uitgeklommen en verder gereden, maar dan iets verder. Toch nog verder gereden, met een klaplong. En een schouderblad gebroken, ja. Maar dan die afdaling, en ik dacht van, zo is het al wel beter. Maar dan moesten we in de afdaling zo'n klein knisje vastplat naar boven. En daar keek ik gewoon niet meer op. En dan de ploegwagen kwam naast mij. En die keek naar mijn sergeant en die zei, jongen, stop ermee, want ik wil volledig wit zien. Ik zeg, maar ik kan die asem ook niet meer. Ja. Dus ik voelde precies wel dat ik aan het stikken was. En toen ook gewoon naast de kant. En toen was het echt... Ja, hoe lang moet je daar fysiek van herstellen? Want ja, emotioneel is dat lastig, maar... Ik heb toen de Vuelta nog gedaan. Nadien, op zich... Zo van. Heel goed rusten en hopen dat dat snel geneest. Hè. Ja, ik kan me voorstellen dat de vorm dan toch niet super is in de Vuelta. Of nee, ik was er nog achter of zo, denk ik. Maar ik voelde ik was eigenlijk mentaal en fysiek wel helemaal leeg. Hè. Ja. Maar die valpartij, dat is gewoon een dikke pech hebben. Want had ik links gekozen langs de kant die je normaal niet kiest, was er niks gebeurd. Ja. Maar nu kies je de kant waar wat gras is en je denkt dat safe, maar ineens. Ja. Naar beneden. Is dat de grootste ontgoocheling uit de carrière die in 2011? Ja, want het jaar ervoor word je vijfde. Uiteindelijk zijn op het podium terechtgekomen door een paar mensen die geschrapt geweest zijn. Ja, ook omdat 11 ging alles zo goed van in het begin. Ik voelde me zo goed en dat ging vanzelf op klimmen. Mur de Bretagne, dat zijn klimmen die ik normaal niet kan.
Ja, die reed won ik bijna. Dan ging ik zo vlot naar boven. Toen hadden we ruzie met Gilbert. Nee? Ja, dat is een legendarisch. Dat was een beetje... Ja, vertel. Wat is er daar gebeurd? Ja, Gilbert, het echte verhaal. Gilbert moest die rit winnen eigenlijk. Ja. Allee, hij had op tafel geklopt. Hij werd aangeduid. Ja. Hij had zichzelf aangeduid. Oké. En omdat normaal die klimmen niet voor mij alleen niet goed waren, als ik dacht van kijk, probeer jij gewoon een beetje de sprinten aan te trekken. En een beetje... En de moment dat ik eigenlijk aangaf om Gilbert in stelling te brengen, twijfelt iedereen en ik rij weg. Ja. Dus ineens niemand... Allee, de tactiek was een beetje weg en ik was eigenlijk vertrokken. Ja. En ik denk omdat Gilbert dat jaar zoveel koers won, dat hij zo, zo graag won. En die krakte een beetje in paniek, denk ik. En die springt achter mij en natuurlijk iedereen mee. En Evans komt er nog over. Hè. Ja. Dus hadden ze dan niet gereageerd dat ik die rit kunnen winnen, maar... Stom eigenlijk. Ja, stom maar. Is het een gemis? Zo, geen rit in de tour? Eigenlijk wel, ja. Want zo nu zo af en toe zie ik ze nog ritten terug van vroeger en denk, tjoe. Van dat iets wat geluk was, wel ooit is... Ja, als je vijfde, derde, vierde wordt... Ja, maar mijn eerste tour in 2009, elke ontsnapping bergop zat ik gewoon mee. Ik was met alle ontsnappingen mee, die tour. Mm-hmm. Dat was eigenlijk de grote ontbolstering. Hè. Toen Evans was de kopman bij Lotto. Ja. En toen is er een valpartij in de ploegentijdrit. Mm-hmm. Ik weet niet of dat hij jouw wiel aantikt. Of dat ja, ik krijg gewoon tegen die voor mij en onderuit. Ja. Ja, hij heeft Cadel niet doen laten vallen. Hè? Nee, ik weet het wel. dat was expres. Eindelijk. Nee, op dat moment was jij ineens... Ja, ik denk dat Evans uiteindelijk moreel wat breekt daar. En toen was er een kans voor Jurgen en was een beetje de ontbolstering van... Ja, de tactiek was van sprint jij mee. Dan kun je laten afzakken in de finale. En dan, ik sprong mee, maar Evans lost er in de bergen. Dus plots zat ik vooraan, maar ik kon met een kopman meer bijstaan, want die werd gelost. Ja, ja, ja. Dus zei de ploeg op van ja, doe je ding maar, hè, vooraan. Ja. En dat was gewoon start en ik was mee, want dat was, ik denk, nog rit 4 of zo in de bergritten. Ik zei dat ze in de zender zei, oh, sorry mannen, maar ik ben terug mee. Dat ik gewoon zei van ja... Excuses. Weet het niet. Ik weet niet hoe dat ik het doe, maar... En dan ritten gewoon start aan de voet, bergop. Ze sprongen, ik ging mee, we waren weg. En dan was ik en altijd met Pelizotte. We waren altijd met tweeën mee. We keken ze op elkaar van ja, we zijn weer mee. Ja. En dat was eigenlijk wel leuk achteraf gezien. Ja, en wist je dat al vroeg dat je in de bergen echt mee kon? Want je bent eigenlijk... Bij de belofte, denk ik. Wereldkampioen tijdrijder geworden. De junioren. Bij de junioren, sorry. Eigenlijk wist ik dat niet. Ik dacht dat wel, maar het kwam me niet direct uit. Dus mijn eerste Giro was een ramp, bergop. En ik dacht dat ik bergop kon, tot ik daar was in de echte bergen. En toen was het een beetje een shock. Ja. Want ja, je werd wel eerst in de beginjaren wel bij de ploeg van Bruineel meer in het Vlaamse werk. Ik heb Vlaamse werk, ik heb de kleine rondes wat gedaan, dus ik heb overal wel van geproefd. En dat vond ik wel heel goed, dat ik wel een beetje weet. Maar dan in de eerste Giro en toen, de laatste week was een tijdrit zeker. En ik was er nog redelijk sava. En toen zit een Italiaanse ploegleider Damiani ook eens in de ronde rennen. Ik zeg, ja, dat zal wel. Ik ga me niet gek verklaren zeker, ik weet niet wat dat is. Maar toen zit je van, kijk, je moet zo en zo trainen, je moet wat gewicht verliezen en dan lukt dat wel. Ja. En ik ben toen eigenlijk met die dingen naar huis gegaan. Ik dacht van, zou je nu toch gelijk hebben of niet? En toen beslis ik genomen, want ik ga een appartement huren in Italië. Ik ga dan de winter trainen en we zullen zien. Hè. Ik zeg, ik heb niks te verliezen. Mm-hmm. En eigenlijk van mijn eerste koers, like Wele, ging ik direct met Gilberto Simoni bergop, met Garzelli. En ik dacht van, maar ik was redelijk wat kilo's verloren in die winter en heel veel in de bergen getraind. Hè. Hoeveel kilo verloren? Een kilo of 5-6 was ik toen, toch? Padelsgewicht. Ja. Ja, natuurlijk niet dom om naar Italië te gaan, want de hoogtemeters in Herentals zijn eerder beperkt, hè. Dat is je moet zoeken voor wat hoogtemeters hebben. Ja, sorry. De kikker. Oké. Okay. ik had nog één luisteraarsvraag van J. Gulk. Vind je zelf dat je prestaties in België of in Vlaanderen naar waarde geschat zijn? Want ja, toch echt wel de beste rondrenner sinds Lucien van Impen en tot Remco. Sinds dat ik gestopt ben wel, ja. Ja? Ja. Sinds dat ik gestopt ben meer dan dat ik koerste, maar dat is misschien wel normaal, denk ik. Hè? Uh-huh. Als je koerst, verwacht je elke keer misschien dat er nog iets gaat komen. Ja. Denk ik weet het niet, maar dat ik gestopt ben, was dat veel meer. Ik dacht van,
Er ja. veel mensen zeggen, oh, je hebt dus een toffe zomer bezorgd en dit. En ik dacht van, hey, dat heeft vroeger niemand niet tegen mij gezegd. Ja, want dat is wel echt zo. Hè. Die riffen dat die... vroeger niet of wat, dat weet ik nu niet, maar... Je was toen, toen wij, of ik, de koers begon te kijken, er iets erna nog, werd jij de hoop in de Tour, hè? Allee. Top 5, top 4, top 3. Dat, ja, ik had in die periode vaak de indruk dat vooral de media was die wat tegen Jurgen was. Omdat ja. we, je mag niet vergeten, dat is die topperiode van Bonen. Ja. We waren echt dat klassieke voorjaar. En dan was er in een en uit Herentals die zei dat hem de Tour de France ging winnen. Ik had het gevoel dat ze daar in de media vaak wat lacherig over deden. Of dat ze zo ja, wat zochten. Mm-hmm. Had jij dat gevoel ook? Of? Goh, ja, weet je, mijn eerste Tour, dat ik vooral eigenlijk, in 2010... was voor mij ook in één keer een verrassing. En dat kwam uit het niets, zonder dat ik het besefte. Maar in één keer kreeg je wel de hele wereldpers op je nek. Je weet niet hoe je ermee omgaat, want daarvoor waren we gewoon de renners zoals de rest. En ik ben nog een beetje slechter te ver gekomen, laten we zeggen. En dat hebben we wel redelijk op gepakt toen. En ik heb eigenlijk nooit meer kunnen rechtzetten zelf. Terwijl die journalisten zelf ook zeiden van, ja, we weten dat. En ja, dat is de context en dit en dat. Maar ja, naar het publiek toe krijg je dan weer veranderd natuurlijk. Hè? Ja, er is een soort van... Er is een idee gecreëerd van Jurgen van den Broek. Stuur eens of zo misschien. Is ja, dat... en ik heb me achteraf ook een dvd gekregen met allemaal interviews naar die toe. Ja. En je ziet er zelf een foto alleen. Ja, ja, ja. Maar natuurlijk, je zit in die drive, je zit in die, ja, die flow. En je wilt geen dingen zeggen of iets in je mond leggen. En dan je denkt, van, ja, wat moet ik hier gaan doen? En ja, laat me dit toch even doen. Maar, ja. Ja, snap ik. Ja, de media-aandacht was waarschijnlijk heel groot ook. Ja, en je kon er niet mee omgaan of ze hadden je dat niet geleerd echt. Hè? Ja. Ik herinner me één interview, ik weet niet meer, dat je stopgezet hebt omdat je moest gaan... Nacht wc moest. Ja, ja, dat is ook zo'n beeld. Ja, dus dat is stond er boven op Col du Maanden, denk ik. Ja, Maanden. En ik sta boven aan de auto, want er mogen geen bussen komen. En Renaat, denk ik dat het was, die vroeg voor een interview. Zo, dat is goed. En mee zegt hij van, ja, we moeten nog even wachten. Ik zeg, ja, maar ik denk gewoon pissen rap, want ik moest dringend gaan pissen eigenlijk. Maar die had mij niet begrepen. Maar ik dacht, maar die zei, oh ja, zegt hij. Dus ik ga verder en mee gaat hij mee met zijn micro. Ik zeg, maar mag ik nog alleen pissen eigenlijk? Ah ja, dan wil je en dat beeld hebben we dus gebracht natuurlijk. Ja, ja. En hij zegt, oh sorry, ik had u niet begrepen. Dat was het. Maar dan wel het beeld gebruiken. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. En Renaat dacht misschien dat jij gezegd had, ik ga pissen, kom mee. Ja, ik weet niet wat hij dacht, maar die zei, oh dat is goed, dus ik ga weg en ik ga pissen. Oké, laten we even nog doorgaan met waar ritten. Clermont-Ferrand naar Moulin is een sprintetappe. Daar gaan we sprinten, hè. Ja. Ja. Dan Roanne naar Belleville en Beaujolais. Dat is eerder een heuveletappe. Ja, dat is het. Maar dan is er de rit naar de Grand Colombier. Dat is blijkbaar een van de mooiste die er tussen zit. Ja, ik denk dat dat langs de ene kant wel een saaie rit gaat zijn, omdat het een soort van vlakke aanloop en dan aankomst van de Grand Colombier. En ja, blijkbaar is dat een van de favoriete beklimmingen van Thibaut Pinot, wat ik wel straf vond om te lezen, omdat hij eigenlijk opgegroeid is in de Vogezen en vooral echt daar veel traint. Ja, en ik denk echt wel dat dat gewoon puur voor de klassementsmannen gaat zijn. Hè. Ze gaan niemand laten wegrijden. Misschien gaat er wel een groepje met Fransen wegrijden, want het is 14 juillet. Dus, voilà. Dus daarmee 14 juillet. Dat is altijd wel een speciaal, hè, ja. Daarmee. Dus, je hebt met Pinot ook nog gekoerst, toch? Ja. Ja. Wat voor iemand is Thibaut Pinot? Is dat... Want mij lijkt, ik weet niet hoe, welk beeld ik moet vormen van Pinot. Door de Netflix-docu. Onder andere, maar ervoor al. Ah ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ik heb daar geen slecht beeld van. Nee, totaal niet. Ja, dat is gewoon een heel gevoelige coureur. Ja. Wisselvallig, ja. Wel, ja. Je weet niet goed van... Wanneer is hem goed, wanneer niet. Allee, hij kan zo ineens... Ja. Was ooit een grote hoop, hè. Voor, en hij koerst ook zo heel energiek qua, qua doen. Allee, ik bedoel, qua... op impulsen, met het hart en ook hoe hij op zijn fiets zit. Ja, ik weet niet, ik heb het er precies wel nog wel voor. Ja. Kan zich goed kwaad maken, heb ik gezien in de Giro. Emoties, hè? Ja, emoties, ja, het is waar. Dan gaan we naar Annemasse Morzine, etappe 14. Ja, dan passeren ze ook over de Jouplan. Mm-hmm. Dat is het zwarte beest van Lance Armstrong. Blijkbaar. Ja. Ja. Waarom was dat niet meer? Hij heeft daar ooit, ik denk toen van 2000, heeft hij daar een inzinking gehad.
Ik denk 2000, ja. Ja, ik wil er nu af zijn, maar dat is eigenlijk de call waar het hem ooit een keer er dichtbij echt kraken gestaan heeft. Was Jurgen, nadien altijd het zwarte beest. Jurgen zegt net, mooi rutje, zeker richting... We zijn al even bezig in de Tour, dan die etappes. Ja. Schuplan, lastige klim ook. Snel afdaling naar Morzin, dus dat is wel een animorritje, denk ik. Nou, we, zegt, we zijn al even bezig, het is waar, we zitten aan rit 14. Hoe was dat voor jou om die dagen te verteren? Was het... Ik had nog weinig problemen mee. En die derde week was eigenlijk de leukste, want dan wist je van oké. Okay, je kon zo'n beetje zien van je concurrenten, van ja, die gaat er nog tussenuit, die gaat er nog tussenuit. En wat zie je dan? Ja, je hebt van die renners die altijd in die derde week een slechte dag hebben. Dat kunnen toppers zijn, maar je weet dat van de derde week hebben die altijd zo'n dag dat die gewoon... Ja, en dan verlies je zoveel minuten, dus je weet van, oh, die nog. Je kunt wel een beetje beginnen rekenen, eigenlijk. Wie was dat in jouw tijd? Cool. Misschien een moeilijke vraag, maar... Ten eerste in mijn zoveel de geest kan halen, is vroeger Daniel Martin, die had het altijd. Dat was een heel goede renner, maar die kon ze in die derde week al één dag hebben dat hij gewoon even die inzinking had en dan... Ja, weet je, in die derde week, als het lastig is, is dat fataal gewoon, hè. Die had meestal ook een inzinking in de tijdrit. Ja. Dat was vooral... ja, is wat. Wat ik wel van vragen, want waren we daar dan al mee bezig? Oké, misschien plaats 1 en 2 komt dat door slecht. Oké, met die mannen kan ik niet mee. Zijn er dan aan het koersen tegen de gasten voor die plek 3? Nee, ik heb het nog niet gedaan. Ik heb altijd geprobeerd met de eerste mee te gaan en dan zien van ja, wie blijft er over. En daar de rekening te maken eigenlijk. Hè. Mm-hmm. Maar je wordt niet bezig met, ah ja, oké, die twee kan ik al laten rijden, maar achter een die moet ik meegaan. Nee, want dan vond ik het allemaal te ingewikkeld voor de koers. Gewoon met de eerste proberen meegaan en we zien dan niet wel. Te veel nadenken, gewoon koersen. Ja. Ja. En dan is er het 15 van, ik zeg het juist, Leggett naar Saint-Gervais Mont Blanc. Ja, ook nog wel een zware, hè. 4500 hoogtemeters. Bardet heeft daar ook eens een keer gewonnen. Dus ja, je ziet wel drie echt zware ritten achtereen. Ja. Wat ik wel echt tof vind, bijvoorbeeld die rit ook van de Grand Colombier en dan Morzine ook. Ja, 150 kilometer max. Dat is, ik vind dat een goede tendens. Als we ook wel zien van 208 kilometer, de langste rit in de Tour. Ja. Ja. Als het goed is, zeg ik het ook. Hè. Eigenlijk redelijk weinig in... Voilà. Ja. Ik vraag me altijd soms af van... Het is kritisch, hè. Nee, maar de grote inzinkingen, die zie je nu minder vaak. Mm. Omdat het is gebalder, het is explosiever. Maar dat heeft niet alleen te maken met de ritten, hè. Het heeft ook gewoon meer te maken met betere opvolging, voeding en Nee, absoluut. Maar ik vraag me soms af, het is moeilijker om goed gevoed te blijven en gehydrateerd te blijven als rit 200 kilometer lang is. Ja. En ik zeg niet dat we terug moeten naar 10 ritten van 200 kilometer, maar zo één lange bergrit over meerdere cols, zoals rit 17. Een echte afslachting. Ja. Een echte afslachting. Ja. Laten we dan gewoon naar rit 17 gaan, want rit 16 is wel heel belangrijk. Dat is de tijdrit van 22 kilometer. Maar gaat vermoedelijk niet beslissend zijn. De enige vraag die we daar hebben is... Wisselen of niet? Wisselen of niet? En doen we het dan op zijn Geraint Thomas of op zijn Primoz Roglic? Je bedoelt met helm ook. Ja, neem je er 5 seconden voor of een halve seconde? Ja, ik vind als je wisselt, moet je van het helm wisselen. Ja, als een standaard. Misschien ook van schoenen wisselen. Misschien ook van broek. Allee, ja, het kan maar helpen. Hè. Nee, maar het is wel zo. Die klim staat eigenlijk in het rondeboek gecatalogeerd als 2 kilometer zijnde. Mm. Maar er is nadien geen afdaling, dus hij blijft wel doorlopen. Dus ik denk dat hem in totaal 6 à 7 kilometer is. Dus ik denk dat op basis van een klim van 2 kilometer, denk ik niet dat je moet wisselen. Mm-hmm. Maar als het nadien wel blijft omhoog lopen en stijgen, denk ik dat er misschien toch voordeel uit. 6,3 kilometer over de Côte de Domancy in de Alpen. Ik denk dat de echte toppers niet gaan wisselen. Ze zien hun stijl die boven is. Hè? Ik denk niet super stijl. Nee. Wat zou jij doen? Goh, weet je, als je boven het tempo kunt houden en je kunt gewoon liggen in je positie, dan denk je niet dat ze gaan wisselen. Zo. Nee. Je kunt het niet vergelijken met die tijdrit in de Giro. Nee, het is niet hetzelfde. Het is niet hetzelfde. Als je zelfs keek naar de tijdrit op de Planche de Belfie, misschien wel een goed en een slecht voorbeeld. Tom Dumoulin, die wisselde er ook niet. Hè. En dat is ook wel echt super stijl. Ja. Maar hij is wel echt de puurste tijdrijder. Laten we zeggen dat... daar misschien verschil in gemaakt wordt, maar dan is er rit 17. We zijn het net al, de koninginrit van Saint-Gervais-Mont-Blanc naar Courchevel met 5400 hoogtemeters op 165 kilometer. En ik denk dat er het meer zijn. Maar waarom denkt u dat?
Omdat ik al ook de websites gezien heb, waar ze 5800 zeggen dus, en 5600. Dus, het is wel een beetje gemeten van... Dat is gelijk als jij met je maten gaat rijden. De ene zijn een Garmin, zegt 600 hoogtemeters, de ander zegt 700. Een Wahoo zegt altijd meer als een Garmin. Voilà. Dat is echt... Ik heb een Wahoo, dus. Ja, voilà. Ik heb een Garmin. Het is klimmen en nog eens klimmen. Hè. Over de Col de la Loze. 30 kilometer, met de laatste kilometer aan gemiddeld 10%. En dan de aankomst in Courchevel, in het skistation. Waar de Beaumonde gaat skiën. Is dat, ja? Is dat, ja, dat is blijkbaar, een van de hipste, meest trendy skistations. Een soort Espen. Het Espen van de Alpen, eigenlijk. Ja. Dus, en daar is de laatste kilometer 18%. Ongelooflijk. Maar 5000, we zullen zeggen nu 5800 hoogtemeters in de Tour. Dat komt toch niet veel voor. Kan ik me precies niet herinneren. In de Giro hebben we dat wel... Afgelopen Giro hebben we wel een paar keer boven de 5000 meter. Maar zo'n... Ik weet niet. Dat is toch echt... Zo'n die ritjes, dat je als sprinter of niet klimmer zijnde toch wel angst hebt morgens, denk ik. Ja, denk ik ook. Als je angst weet in de schoenen hebt. Ja. Ze hebben dat meer met die kortere etappes ook, hè. Ja. De sprinters. Ja. Maar nu uiteindelijk is het ook niet super lang, hè. 170, 180 kilometer. Nee. Hoe korter de rit, hoe korter dat de tijdslimiet wordt ingerekend. Ja. Ik denk dat er... Verbaas me zelfs dat er veel sprinters naar deze Tour gekomen zijn, überhaupt. Want... Het zijn er heel veel, hè. We moeten er zo zeker nog over hebben. Maar het zijn er echt veel die komen. Maar ik wil nog iets, een vraag, misschien weten jullie dat, over die tijdslimiet. Dus ze zeggen op voorhand, oké, dat is de tijdslimiet. Maar ineens op de dag zelf durven ze beslissen, we verlengen die terug. Wat is dan nog het nut? Nee, de tijdslimiet wordt berekend op basis van de tijd van de finisher. Ja. En daar wordt eigenlijk een marge opgenomen, procentueel. En die wordt dan, er wordt procentueel, ik zeg maar iets, 15% bij de tijd van de winnaar gerekend. En dan weten van, oké. Maar in een Giro hadden ze die... Maar als het extreem warm is, of het extreem, dan kunnen ze zeggen van, oké, we kunnen, daar zit wat rek op. Er wordt rekening gehouden met het menselijk aspect, Jappe. Ja, er zijn nog mensen die zich bezighouden met de medemens. Ja, ik vind er is een tijd geweest dat als er een peloton van 50 man buiten tijd was, dat ze die dan gewoon opschoven, dat die nog konden starten. Dus moeten die sprinters eigenlijk nooit schrikken. Hè? Allee, als het zo altijd wordt. Ja, toch. Gedepareerd. Toch wel. Ja, ik denk het ook wel. En dan vooral over Franse sprinters, die moesten zich minder zorgen. Ja, nee, die gaan toch aan de auto hangen. Hè, dus. Ook belangrijk aan die koninginrit, waar dat veel kan gebeuren natuurlijk. Zitten we met de afdaling van de Cormet de Rosslyn. De plek waar Johan Braneel in 1996 het ravijn induikt. En daar hebben we de iconische beelden hebben we voor de uitzending nog even bekeken. Ploep. Was wel goed. Die komt naar het ravijn, gaat gewoon recht naar beneden en komt er eigenlijk heel hard terug uit. Dat is ongelooflijk. Ja, hij rijdt eigenlijk zo. Je hebt een soort van betonnen vangrail en een klein rotsje en hij duikt er gewoon naast de vangrail recht het ravijn in. Dat staat echt zo nog bij. Elke keer als ik de Cormet de Rosslyn hoor, moet ik daar echt wel aan denken. Maar jij kent Johan vrij goed, hè? Mm-hmm. Ja, heb je nog contact met hem of niet? Begonnen? Contact nu. Nee. Soms is een WhatsAppje. Nee, ook niet meer. Ja. Je bent begonnen bij US Postal in de hoogdagen, hè? Van Armstrong en Braneel. Hoe was dat? Ja, ik weet niet hoe ik dat mag zeggen, maar ik vond dat uniek en leuk. En... Nee, maar hier mocht je alles zeggen. Ja, ik zei tegen veel mensen, ik heb dat weinig, geen probleem gekend. Mm-hmm. Ja, ook omdat ze potentieel zagen, omdat ze u goed begeleid hebben. Ik vond dat ze me heel goed begeleid hebben, goed beschermd hebben, goed de stappen geleerd en niks, geen dingen overslagen, niet te snel gaan met alles. En dat vond ik wel heel goed. Ja. Je hoort zo heel vaak van renners dat bij Bjarne Riis hebben gereden van dat was de beste ploegleider ooit omwille van motivatoren en echt die teamgeist. Ja. Hoe was het dan bij Braneel? Ook. Ook, ja. Ja, dat wist je echt van dat is je job, zo. Ja. En hoe... Het was gewoon duidelijk afgeleid. En psychologisch, hoe kon hij je echt mentaal scherp zetten of zo? Ja, en die maakte gewoon ook geen onderscheid tussen wie of wat. En dat was... Het is niet dat hij alleen met Lijns bezig was. Ja. Nee, ver van. Want dat is zo een beetje, denk ik, de perceptie dat wij allemaal hebben. Hè? Ja. Want ik weet nog ooit een trainingkamp in januari, gietende regen. En echt, Lijns was alleen een tijd aan het zagen voor ik wil stoppen en het is nat. En toen is hij speciaal langs het hotel gereden, dus hebben we nog een toerke van een uur extra doen nu. Toen moest iedereen gewoon verder rijden en gewoon echt nog een uur extra in de kou. Dus, Braneel? Ja. Ah, ja, oké. Okay. Ja, ik kan zeggen wat je wilt over Johan Braneel. Die gast die kent iets van koersen. Ik vond dat wel. En dan ook wat materiaal. Ja. Ja. Kregen ze voor de Tour een nieuwe fiets. Na de Tour, die eerste week, hadden we ook allemaal een nieuwe. Dus het is niet alleen die mensen van de Tour die alles kregen. Nee. En
ik luister regelmatig ook naar... The Move. The Move. Don't we all. Nee, maar ik vind... Hey, dat is misschien onpopulair. Ik denk, als José ooit stopt, José de Kouwer ooit met co-commentaar geven, moeten ze toch eens aan Johan Bruneel denken. Ja, er is niemand die de koers zo goed... Nee, maar er is niemand die de koers zo goed leest, zo goed kent, echt voorspelt wat er aan gaat gebeuren en het komt effectief en uit. Cassante meningen. Ja, en ook zo die tactiek onderweg, zo dat je dingen denken dat je totaal niet aan zou denken soms zelf. Ja. Ze hebben ook de tijd van de pro door in het begin. Ook een ontsnapping en we gaan stoppen, maar hoe? Jammer. En ze niet helemaal niet, zegt hem, dat is nieuw. En het ploegenklassement is belangrijk geworden. Dus nu gaan er mensen beginnen rijden voor hun ploegenklassement. Niet voor de koers te winnen. Ja. En effectief, in één keer begon de ploeg aan te rijden. En we dachten van, huh? En ze hebben die over dat ploegenklassement voor die punten. Ja. Dus er worden dingen wel een ander niet ontdacht, maar dat dacht je wel aan. Ja, je merkt nu ook, ze hebben zo een paar afleveringen gemaakt bij de Move, zo retro, over bepaalde koersen met US Postal. En dan vertelt hij over hoe dat ze die koers hebben gewonnen. En dat is echt, ja, die inzichten, dat is echt zot. Okay. Dus bij deze, als de VRT ooit iemand zoekt. We hebben het hier het eerst gehoord. Johan Bruneel, nieuwe co-commentator van Sport. Ze gaan hun polletjes daar niet aan verbranden, denk ik. Dat gaan we gaan dan altijd hier in de zetel is. Ja, echt, voilà. Johan, please. We gaan door, denk ik, met de Tour. We hebben niet zo heel veel tijd meer, dus ik moet er even doorgaan. Rit 18 en rit 19 ga ik ervan uit dat er geen grote verschillen komen en dat er ook wel gesprint wordt, alhoewel er wat heuvels zijn. Maar dan is er de laatste bergetappe dwars door de Vogezen naar Le Marquesin. 6 keer klimmen. Dus Ballon d'Alsace, Col de la Croix de Monon, Grosse-Pierre, Schlucht, Petit Ballon en Col du Platzer, Walsel. Ik ken er niet zo heel veel van die cols. Maar ja, het is de laatste keer dat er nog bergop iets kan gebeuren, denk ik. Ik ken ze redelijk goed, die kools. Dat is mijn favoriete gebergte. Zo. Voor mensen van 100 kilogram zijn dat kools die je nog kunt boven fietsen op je gemak. Maar ik vind het wel heel tof dat ze die rit op de voorlaatste dag hebben gelegd. Ja. Omdat je kan er als ploeg nog wel een keer heel het klassement op zijn kop zetten, dat denk kan ik. Wel eens, Er zijn veel meer renners die daggebergte aankunnen dan het echte hooggebergte in de Alpen, waar je toch vaak kopmannen... Man tegen man, met misschien nog een superknecht bij. Beklimmingen van 5 kilometer. Ja, oké, maar de Grand Ballon is ook 20 kilometer. Maar de stijgingspercentages zijn iets minder. Je gaat niet naar die supergrote hoogtes. Als je daar nog een move wil forceren, denk ik dat het echt wel kan. Ja, als je als ploeg van de leider moet gewoon beginnen achtervolgen in de start, dan dat is het doodsvonnis, denk ik. Ja. Dus... Als Dirk ooit geselecteerd wordt, dan weten we waar het gaat gebeuren. Dat is bij de plus 40-jarigen dan. En dan zijn we al aan de rit 21 en dat is het wereldkampioenschap sprinten. En dan is de vraag, ga Mark Cavendish het record breken van Eddy Merckx? Dat is de vraag natuurlijk. Hij heeft wel geen tour op maat, dus dat is wel jammer. Nee, hij heeft maar 4 kansen, denk ik. Ja. Dus dat wordt heel moeilijk. Ik hoop het echt. Ja, we kunnen ik denk dat we het allemaal hopen, hè? Nee? Ja, en ze hebben Mark Renshaw binnengehaald als sprint-analyticus. Zijn jij nu tegen Eddy Merckx aan het hopen? Dat is gelijk als vloeken in de kerk, hè? Ja, ik ben eigenlijk wel. Ik hoop Eddy, als je aan het kijken bent, dit is niet onze mening. Het is die van Japan. Het is die van mij. Nee. Jullie hopen het toch ook, of niet? Wow, ik vind het wel cool om te zien of dat het hem... records zijn er om gebroken te worden. Ja, en zelfs die van Eddy Merckx. Bon, laten we dan nog even tijd maken. En dat de eerste dag moet er komen eerst, hè? Ja. Hij moet in het Baskeland al erdoor geraken. Hij heeft natuurlijk een supergoeie loods mee. Hij heeft Kees Bol mee als sprintloods. Dus, en ik was wel verrast dat hem die Giro goed heeft doorstaan en goed heeft uitgefietst. Misschien moeten we dan eens even doorgaan naar de groene trui. Want er zijn heel veel sprinters mee. Ik zei het daar juist al. Iedereen buiten De Maar zit er eigenlijk. Philipsen, Jacobsen, Ewan, Wout van Aert, Sagan, Jirmaai, Pedersen, Kokaar, Welsford. Er zijn wat voorlopige startlijsten natuurlijk. Maar de grote zijn er. Christophe is er ook nog. Wie pakt de groene trui? Man met de sterkste sprintterrein en die het best bergop kan. Jasper Philipsen. Ja, voilà. Als Mathieu van der Poel voor u de sprint aantrekt met Jonas Rijkaard, dan gaat er redelijk veel punten pakken, denk ik. Jirmaai niet? Ik weet het niet. Want er zijn wat aankomsten bergop ook. Voor hem ideaal. Hij kan ook echt sprinten in de rechte lijn of op het vlakke.
Ja, ik weet het niet goed. Ik zal het zo zeggen. Het is een vriend van de show. Wie Jasper, dus Jasper Philipsen. Jasper Philipsen schrijven we op voor Groen. Ja, de Bolle is super moeilijk om te... om te oordelen natuurlijk. Totaal niet. Nee. Wij zijn het er unaniem over eens. Ja. Carapaz. Richard Carapaz? Ja, sowieso. Oké. Okay. Die heeft nu eens echt een parcours op maat. Ja, dat is waar. En de grootste vijanden zitten in zijn eigen ploeg, dus... Oké. Okay. Ah, ja. Heel duidelijk. Uran? Uran. Nee, nee. Uran? Nee, Uran rijdt bij IF. Bernal bedoel je? Ah, maar ik bedoel Carapaz voor de Bol, hè? Ah, ja, oké. Okay. Oké, het geel. Daar zijn we denk ik overeen dat tussen twee gaat. Ja. Geen discussie. Maar dan had ik een leuke denkoefening. Stel dat Pogacar en Vingegaard zeggen, ik stop ermee. Of ik doe niet mee. Puur hypothetisch, want natuurlijk willen we dat die jongens gewoon rijden. Maar stel die zeggen, we doen niet mee. Wie is er dan top 3 in de Tour? Mijn nummer 3 is Jai Hindley. Ah, wel ja, ik dacht sowieso Hindley erin te zetten. En Godu ook. Godu is ook een goeie. Ook al is hij nog niet top bezig. Die was niet goed in de Dauphiné. Nee. Maar vindt ook een parcours op maat. Denk het wel. Niet te veel tijd met kilometers. Die heeft zich gefocust op de Tour. Dus ja, ik geloof echt wel in Godu dan. Godu? Ja. Godu eigenlijk de dark horse. Ja, dat is geen dark horse. Ja. Maar... Ja. Denk jij nog aan iemand, Jurgen? Oh, ik ga nog eens aan het nadenken. Dat is moeilijk, hè? Als je die twee weghaalt, dan wordt dan ligt het open, hè? Dus ik heb nog geen een dark pony. Ja. Dus je hebt nog geen dark horse, maar een dark pony. Dat is die Felix Gall. Felix Gall. Cool. Kan ongelooflijk klimmen, gezien in de Ronde van Zwitserland. Van Zwitserland gereden. En die krijgt echt wel een parcours op zijn man. Die doet kan iets, hè? Ja. Ja. Ik heb hier nog Skelmose, Landa en Wilco C. Kelderman. Mooie top 3, toch? Landa, ja, inderdaad. Ja. We hebben hem weer stilgezwegen, maar die gaan wel proberen vanaf de eerste ritten gewoon in het klanten. Het zou toch eens mooi zijn dat er dus nog eens een groep ver wegrijdt en dat er zo iemand tussen zit die lang overblijft. Dat het open, dat open dat ze zo die eerste dagen zeggen van, wij gaan dat hier niet controleren, laat ze maar doen. En als er toch eentje tussen zit die zo nog eens... Het Oscar Pereiro CEO verhaal. Bijvoorbeeld. Ja. En dan had ik nog één vraagje. Want de wielermanager wordt natuurlijk door... vele mensen gespeeld. Ik was op zoek naar een puntenpakker voor de wielermanager. En ik ga de mijne misschien al geven. Maar bon, het is niet iedereen weet al wie het is, maar Matteo Jorgensen. Die is nog redelijk goedkoop, betaalbaar, kan zo wat alles. Natuurlijk, aan die tijdrit van hem, daar gaan we niet veel aan hebben. Maar het is iemand die kan ontsnappen, bergop kan aankomen, denk ik. Goeie... Ja, ik dacht eerder aan Torstein Traeen van UnoX. Mijn Noord is niet zo goed. Eigenlijk, hè? Dat is een potentieel zevenvoudig toerwinnaar, omdat hij vorig jaar geelbalkanker heeft overwonnen. Oké. Okay. En die was nu top 10 in de Dauphiné en top 10 in de Tour of the Alps. Dus dat is wel echt een van de UnoX om naar uit te kijken. Oké, okay, you heard it first. Het Valsplat. Ik heb nog één vraag voor Jurgen. Ja, stel ze alsjeblieft. Vingegaard of Pogacar, voor wie heb jij het meeste sympathie? Oh, dat is een moeilijke. Ah. Puur qua koersen, Pogacar denk ik, omdat hij gewoon op alle gebied kan koersen, kan winnen. En die vliegt erin gewoon ook. Hè. Die denkt niet na, bij wijze van spreken. Hè. Mm. Dus het is eigenlijk allround zo, hè, als je ziet wat hij allemaal kan winnen. Dat is ongezien, hè? Ja. Guitige gasten ook gewoon, hè? Ja. Ook, ongecompliceerd en gaat er altijd voor. Mm-hmm. Ja. Ik moet terugkomen van een gecompliceerde breuk in de pols. Dus het is nog wat afwachten hoe dat eruit gaat. Ja, dat is een cafoïde beentje, hè? Dat is een heel lastige blessure. Ja. Ik weet niet hoeveel trainingsachter. Hij heeft nu wel het Sloveens kampioenschap wel gewonnen, maar heeft niet meer gekoerst sinds Luik. Dus ja. En vooral met die eerste toerweek wordt dat wel echt... Met zo'n talent, hè. Van die man lag het gewoon niet... Moest hij iemand anders zijn en zo te zeggen van ja, hij heeft achterstand, maar met zo iemand... Ja. Ik weet het niet, dat hij dat al nodig heeft. En krijgt Baskeland daar wel direct een parcours die eerste paar dagen waar hij zijn hartje kan ophalen. Oké, we schrijven op. Pogacar,
Of Vingegaard. maar het is vooral uitkijken naar een zalige Tour. Met ongelooflijk veel hoogtemeters en een geweldig duel tussen die twee gasten. We gaan moeten afsluiten, mannen. Het is al 4 minuten over het uur. Dus ja, dat zijn klachten van PlaySports. Kan niet anders. maar het was super plezant. Ja. Bedankt om hier te zijn, Jurgen. Graag gedaan. Het was heel fijn om u hier te hebben. Ga je 3 weken lang kijken? Ik ga zoveel mogelijk proberen te kijken, ja. Oké. Okay, zeker en best. De Tour blijft toch iets... De Tour blijft een Tour. De Tour is een Tour, hè. Voilà. Merci. Ook merci Dirk. Merci Jappe. Wij blijven in contact. En we zien elkaar terug na de Tour. Mm-hmm. En bedankt om te kijken.